Ik moest een toekomstige winnaar filmen, zeg. Wel, en op BK-kwart was het niet van belang. Ik zit liever in de underdog-positie, Jeff. Is het echt? Laat dat duidelijk zijn. Tim van Hemel is slechts een van de vele favorieten voor de Belgische titel. Welkom op het Belgisch kampioenschap sprinttriathlon aan de Boerenkreek in Sint-Laurens, waar ze 750 meter gaan zwemmen, 20 kilometer fietsen met die befaamde kasseistrook erin en dan nog eens 5 kilometer lopen uitkijken wie de opvolger wordt van Tom Suttes. 4, 3, 2, 1... En we zien daar een drietal mannen op kop. En die hebben een gaatje. Maar het is geen al te groot gat met twee achtervolgers. Daar komen ze langs de laatste boei. En dan wordt dat hier een strategisch belangrijk stuk. Daar komen ze, drie koplopers. Wat op! Met Tuur Lemmens erachteraan en met Tom Suttes, dat zijn de drie leiders. Joris Bosley, die gaat nu naar de trap. Daarachter Tuur Lemmens in het groen voor Foresight TDL. En dan in zijn nieuwe Adriaca-dress team, Tom Suttes. Turbo Tom Vera. En dan een hele grote groep hiermee. Come on, Tim. Naar de wissel. Tim van Hemel, ook een goed zwemmer voor Tim. Ja, ondanks de kleine verschillen in het zwemonderdeel krijgen we drie leiders op de fiets die erin slagen om uit de greep te blijven van de grote groep met daarin heel wat favorieten. Maar vooraan kiezen Dries Matthijs, Tom Suttes en Joris Bosley helemaal voor de aanval. Maar in de slotronde komt alles nog dicht bij elkaar en met kleine voorsprong gaat het naar de wissel. En wat volgt is een super spannend looponderdeel. Maar hij is op zorgel, dat zien we meteen op dat gezicht.
Alles gegeven, Arthur de Jager wordt hier dan vijfde. En Tom van Capelle, alles geven tegen Antonio Hernaar. En dan gaan ze hier allemaal tegen de korst. De uitredende kampioen, applausje voor Tom Suters. Jawel, hier met zetten tussen alle jongen, jawel. Goed gedaan, Tim van Hammen. Man, 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 hier Koen van Hammen. Tussen al die jeugd, ja, het blijft een eeuwige twintiger. Dit is Koen van Hammen. Goed gedaan, man. Volgend jaar master, zegt hij mij. Dries Matthijs is binnen. Hier komt Jörg Buffer boven. Mannen van de volgende generatie. Ja, hier winnen we vandaag echt wel een heel team droom geweest vandaag. Ja. Het was een rare wedstrijd hè, in verloop. Het duurde lang voor het samenklitten zo. Ja, die kasseistrook maakte ook wel een beetje wat man tegen man was. Er waren veel kleine groepjes. We gaan ook ontzettend sterk dat die mannen met drie voorop leven. Uiteindelijk kwamen groepen 2 en 3 samen. Daar had ik dan wel pas die in de groep die tempo hoog legde. Dat natuurlijk in mijn voordeel was. Op de fiets was het geen eenvoudige wedstrijd. Dezelfde positie kiezen, wind, kasseien deed denk ik bij iedereen wel een beetje pijn. En, ja, de grote finale was niet met frisse benen. Dat is een nice. Ja, dit is lekker hard, maar wel kort. Lucas van Dozen. Ja, zeker. Je hebt genoten, absoluut. Moet deze maar eens tonen, hè. Een jaar blessure zijn. En dan komt die jongen terug. En je wordt gewoon buiskampioen. Dat is toch fantastisch. Goeie zijn er vier op. Hey, drink erin, ja. Ik heb er op zijn kennis heel met een pronostiek naar de kloten. Ik had er niet op gerekend. Jonathan Wajaf op 1 en Simon de Kuiper op 2. Ben je zelf ook verrast? Ja, uiteraard. Het is de eerste wedstrijd sinds lang terug. Na jaren van blessureleed afgelopen jaren ben ik wel even van het nationaal en internationaal circuit verdwenen. Maar nu een goede, vooral blessurepreventief, prioriteit 1 en dan komt de rest van buiten eigenlijk. En ik kom ook nog een goede bij Tienheid, omdat ik Tienheid al het werk op het lopen heb laten doen. Ik heb tijdens mijn demarage ingezet en daar voel ik me deels wel schuldig voor. Maar ik kan het niet in de benen om op de kop te nemen. Simon was effectief niet super sterk. Hij zei dat tegen mij, ik reed hem er niet af. Dat zou ik niet ook bekijken, maar stond wel een circuit. En het had eigenlijk wel mijn verantwoordelijkheid geweest mee met het kop te doen. Maar ik had echt heel hard steek in het begin en ik kon het niet overnemen. Eigenlijk is het dankzij Simon dat ik nog mee naar voren ben gelopen. Anders had ik misschien teruggezakt. Dus een oprechte dank aan Simon eigenlijk. Super content met die titel, want ja, ik zeg het ja. Veel... Le nouveau champion de Belgique, de nieuwe Belgische kampioen sprint triathlon 2019, Jonathan Jojo Wajaf! Gefeliciteerd! Hier komt zijn chef Jelle, de top 3 van het WK!